Hallo, Frank den Broek. We zijn hier op het gemeentehuis in Os, zoals we dat ieder jaar doen. Normaal gesproken hebben we een gesprek met de burgemeester, mevrouw Robine Buijs. In verband met haar afwezigheid neem jij de honneurs waar, waarvoor dank. In jouw functie als loco-burgemeester natuurlijk. Tussen deze dagen van kerst en oud en nieuw willen we altijd graag even terugblikken op belangrijke gebeurtenissen die in de gemeente Os hebben plaatsgevonden. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, 2018 was natuurlijk wel een heel turbulent jaar, denk ik. Begin van het jaar hebben we de verkiezingen gehad. Dat heeft altijd heel veel impact, maar het betekent ook dat de gemeenteacties vaak wel op een lager pitje staan. Omdat we hard aan het bouwen zijn aan nieuwe coalities en partijen die elkaar opzoeken om samen te werken. Ook altijd wel een feest van de democratie. Gelukkig was de opkomst van de verkiezingen dit jaar ook beduidend hoger dan 4 jaar geleden. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee, hè, dat meer mensen naar de stembus zijn gegaan. Maar als ik terugdenk aan 2018, ja, dan kan ik niet om die ene dag van 20 september heen, waarin wij dat ongelooflijke spoordrama hebben gehad. Wat toch gewoon een hele grote impact heeft gehad op ons en ik denk op alle Ossenaren. Nou, gelukkig zijn er in 2018 ook heel veel mooie dingen gebeurd. We zijn volop bezig met de plannen voor het stadscentrum. De V&D-locatie wordt herontwikkeld. Afgelopen december, een paar weken geleden, hebben we daar weer een hele mooie stap op gezet. En ik denk dat wij in 2019 een definitief besluit gaan nemen voor die locatie. Dus dat is wel heel mooi. Economisch gaat het gewoon heel erg goed met ons. Ook daar komen we eigenlijk van ver. Hè. Vertrek van het ziekenhuis, massa-ontslag bij Organon. Dus je ziet waar we nu weer staan. We zijn weer van 37.000, 37.500 naar de 40.000 banen gegaan. We groeien elke dag weer. Er komen nieuwe bedrijven bij, Vostergafdonk. De bedrijventerreinen in Os, ook in de kernen, zitten bijna allemaal vol. Dus wat dat betreft is het een heel, heel goed jaar voor Os geweest. En ook in het werkgebied van Omroep Walraven zijn er heel veel acties geweest. We praten in Ravenstein over een nieuw Videreo, over een nieuwe invulling van het raadhuis. In Herpen is er een locatiebesluit over de school genomen. En zijn we met een groep mensen, gebruikers, verenigingen, nadenken over het nieuwe slotje. In Overlangel zijn we met de gemeenschap in overleg over het ontmoeten. We zijn bezig geweest met de verenigingen VV Ravenstein en SDDL. Hoe het staat met de fusie? Nou goed, daarover in 2019 ongetwijfeld ook meer. Dus het bruist volop in jullie werkgebied. Ik vind het ook heel leuk dat ik ook aandachtsbestuurder ben geworden van Herpen en Ravenstein en alle kerkdorpen. Zodat ik daar ook veel zichtbaar kan zijn en ook mooie dingen kan doen. En daar ga ik in 2019 ook heel graag mee verder. Ja. Nou heb je al natuurlijk een tipje van de sluier opgelicht over de plannen voor 2019. Wat staat er nog meer op de rol? Ja, het is in ieder geval heel erg belangrijk dat we in 2019 werken aan leefbaarheid. Het is een beetje een containerbegrip, leefbaarheid, net als duurzaamheid. Het is heel veelomvattend, er valt van alles onder. Maar leefbaarheid betekent voor ons ontmoeten dichtbij, elkaar tegenkomen dichtbij, sporten dichtbij, naar school gaan dichtbij, dat er iets te doen is voor de kinderen, dat de senioren kunnen wonen. Maar ook bijvoorbeeld dat je afval goed opgehaald wordt, dat je snel internet hebt, dat soort dingen. Dus leefbaarheid leidt naar heel veel facetten, zeg maar. Dat is iets waar we als gemeente in 2019 vol op willen pakken. Want we zien toch ook wel de trends in de maatschappij. Het wordt steeds individueler. We zien ook een steeds grotere groep mensen. Nou, pak het gele hesjes verhaal. Bepaalde mate van onvrede in de maatschappij. De tweedeling lijkt er groter te worden. Allemaal zaken waar we als gemeente echt mee aan de slag moeten de komende jaren. Dus betekent ook dat bijvoorbeeld de kwetsbare mens niet vergeten mag worden. We gaan stevige aanpak verrichten in bijvoorbeeld de wijk Schadewijk, waar veel kwetsbare mensen wonen. Gaan we proberen de wijk ook echt vooruit te helpen. Zoals we ook bijvoorbeeld met best wel veel succes in de Ruwaard hebben gedaan. Zo proberen we Os komend jaar echt weer een stukje mooier en beter te maken. We willen Os ook beter bereikbaar maken. We staan eindelijk op de lijst om paalgraven aan te pakken. Er is nog wel een meerjarenplan. Maar ja, we hopen toch een eind te maken aan de files rondom Os. We snappen dat door toenemende autogebruik ook mensen overlast ervaren. Dus ook als het gaat om geluid en fijnstof kijken we naar de problematiek en hoe wij de mensen daar goed kunnen ontlasten.
En zo zijn we op veel manieren bezig. Heel veel plannen. We gaan zien wat er allemaal van komt en hoe het allemaal gaat verlopen. Ja, 2018 is bijna afgelopen en het is heel belangrijk om aan het eind van het jaar gewoon even rust te pakken. Dat is mijn voornaamste boodschap. Dat ga ik zelf ook doen na een heel turbulent jaar. En ik wens het ook iedereen toe, pak je rust. Wees bij je familie, wees bij je vrienden. Eet lekker, heb het gezellig. Denk ook na. Denk na over hoe 2018 is geweest. Denk na over de plannen die je in 2019 nog wil doen. En ik hoop dat we met z'n allen wat meer tijd voor elkaar maken in 2019. Dat we elkaar soms ook wat meer gunnen in 2019. Want we merken gewoon dat de maatschappij toch steeds individueler wordt. En op een aantal onderdelen is dat goed. De mensen zichzelf steeds beter zelf kunnen redden en geen anderen nodig hebben. Dat is op zich een hele positieve ontwikkeling. Maar dat we de ander soms vergeten of voor onszelf gaan en niet aan de ander denken. Ja, dat is echt niet de bedoeling. Dus vergeet je buurman niet. Vergeet je tante niet. Vergeet diegene die in de straat misschien nog niet zo goed kent, maar die waarschijnlijk wel eenzaam is. Vergeet ook die niet. En denk vooral aan elkaar in 2019. Daar gaan we er samen een heel erg mooi jaar van maken.
Thank you.
Time.
was er iets waar ik op wenste, voordat de bus er kwam te staan. Dan was het langste lusse leven, van wie waar ik veel van hou, en voor wie ik sterf om zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen te hoeven zijn. Ik heb gezweet niet meer te huilen, alsjeblieft. Somebody to love, find me 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 somebody to love. Bye.